Het is een inhumaan akkoord. Het is een ondemocratisch akkoord. En het is een akkoord wat niet werkt. Want namelijk in de eerste helft van dit jaar verdronken er meer dan 1200 mensen onderweg naar Europa in de Middellandse Zee. En hiermee zijn we op weg om het recordaantal, om op het recordaantal doden te komen sinds 2017. En in juni sloot de Europese Unie een deal met Tunesië. Tunesië zou de grenzen beter bewaken en de mensensmokkel wordt aangepakt, zodat er minder mensen de zee op zullen gaan. In ruil hiervoor krijgen ze 1 miljard euro, moet ik goed zeggen, van de EU. Maar Europa en Tunesië maken inmiddels al de hele zomer ruzie over dit geld. Omdat er ook IMF-voorwaarden aan dit geld zaten, waar Tunesië dan weer niet aan voldoet. Vanaf het sluiten van de deal zijn er bovendien ernstige zorgen over mensenrechten schendingen. En om te voorkomen dat ze naar Europa konden doorreizen, werden honderden Sub-Sahara-Afrikanen gearresteerd en zonder proces naar de grens van Libië verplaatst. Tenminste 27 van deze mensen kwam om van de dorst. De stelling luidt dan ook: de Tunesië-deal financiert mensenrechten schendingen. Oké, Alexander Hendricks, u heeft hem een beetje op het randje. Nou ja, tussenin. Dat klopt. Kijk, dat er mensenrechten in Tunesië niet perfect gefixt zijn, dat lijkt me op zich niet uit te sluiten. Maar het doel van de Tunesië-deal is niet om mensenrechten te schenden. Het is om migratie naar beneden te krijgen. Het is om daar aan de buitengrenzen de asielprocedure beter op orde te krijgen. En om ook nog een beetje te investeren in de Tunesische economie. Dus je zegt, op papier was het wel goed, maar de uitwerking... Nou, kijk, als je als Nederland alleen maar wilt dealen met landen die perfect democratisch zijn en waar alles top geregeld is, dan kan je in Noord-Afrika niet met landen deals sluiten. Absoluut, maar 27 mensen dood is natuurlijk iets anders dan dat iemand geen baan kan vinden in een land of discriminatie. Er hoort ook bij dat je elke dag weer werkt aan betere mensenrechten. Mm-hmm. En daar is ook die 900 miljoen die daarvoor in de economie en in andere zaken gestoken wordt, om het leven daar ook te verbeteren en om die mensenrechten beter op orde te krijgen. Maar ik vind het dus makkelijk om te zeggen, ja, op zich, misschien gaat er geld naar zaken die slecht zijn voor mensenrechten, maar dat is niet het doel van die deal. Dus dan vind ik het niet eerlijk om die deal zo te framen. Ja, en toch nog even, jullie hebben in je partijprogramma, jullie staan voor een streng maar humanitair beleid. En hoe zou dat dan concreet in Tunesië werken? In Tunesië? Dus in de deal, hè? In de deal tussen Europa en Tunesië. Dus hoe doe je nou, maak je een beleid, een deal waar je iets aan hebt, maar wat wel ook humanitair goed in elkaar zit. Je spreekt in die deal gewoon af dat er goed rekening gehouden wordt met mensenrechten. Maar je hebt altijd te maken met een keten. Je kan vanuit Nederland en dan kan je afspreken met Tunesië. En dan moet dat daar nog naar lokale overheden. En dan zijn daar nog uitvoerende ambtenaren. Die keten is zo lang, je kan niet verwachten dat dat in de eerste maanden van die deal allemaal vlekken. Je zegt, de deal moet niet de prullenbak in, als hij dat al niet is. Nou, volgens mij heeft Tunesië een beetje zelf weer de prullenbak toegewezen. Maar wat ons betreft niet, nee. Kati Piri, u heeft hem op groen. Ja, dus ik ben het eens met de stelling. Ja. Kijk, ik denk dat... ik zit nog steeds naar die foto te staren. Ja. Ik denk, het is een inhumaan akkoord. Het is een ondemocratisch akkoord. En het is een akkoord wat niet werkt. Hè? Dus nog even los van waar je politiek staat. Ik denk dat van links tot rechts niemand zal zeggen, nou, dit zijn de soort afspraken die we moeten maken met derde landen. Want we zien eigenlijk dat het nog meer mensen op de vlucht heeft gejaagd. Volgens mij is de oppositie in Tunesië woedend over deze afspraak. Ja, en wat we eigenlijk ook hebben gedaan, ook nog eens intern in Tunesië zelf, de heer Brekemans en ik zijn ook nog eens de buitenlandwoordvoerders van onze partijen, is we hebben gewoon een dictator nog steviger in het zadel geholpen. Maar mijn kernkritiek, kijk, ik ben echt niet tegen het maken van afspraken met andere landen. Hè, er komen hier heel veel mensen heen die asiel aanvragen, die daar na een procedure geen recht op hebben, die moet je terugsturen. Dus je moet afspraken kunnen maken met landen over het terugsturen. Duidelijk. Ook in het VN-vluchtelingenverdrag staat niet dat je in Nederland iemand asiel moet geven. Hè? Je bent wel verplicht om vluchtelingen te beschermen. Ook dat staat niet in het VN. Dus dat zou ergens anders kunnen zijn. Maar dan moet je garanderen dat in dat land dat VN-vluchtelingenverdrag wel wordt nageleefd. Dat mensen daar dan asiel kunnen aanvragen. En als je dat allemaal niet doet,
ja, dan houden wij ons ook niet aan de waarden waar wij als Europa voor horen te staan. Nu Rekmans, u heeft hem op rood. Maar Katipiri zegt, die mensenrechten zijn niet gegarandeerd in die deal. Mm-hmm. Nou ja, kijk, als je de dingen die mevrouw Piri net beschrijft over Tunesië, die kloppen. Mm-hmm. Maar dat is allemaal gebeurd zonder deal. Want de deal is namelijk nog niet in uitvoering. Mm-hmm. Er is nog geen euro overgemaakt van de Europese Unie naar Tunesië. Dus al die dingen van een dictator die zijn greep op de samenleving versterkt, die xenofobe uitspraken doet, die de mensenrechten schendt, dat werd allemaal al slechter zonder enige betrokkenheid van de Europese Unie. Dus als wij niks zouden doen, dan weten we één ding zeker, dan wordt het daar alleen maar slechter. En de aantallen... Je zegt, zo'n deal kan het alleen maar beter maken. Nou, ik zeg niet dat het automatisch gaat. Alleen, kijk, wat je nu ziet is, als je geen migratieafspraken maakt, dan komen de mensen die hun leven willen riskeren in de Sahel en de Middellandse Zee, een mensensmokkelaar kunnen betalen die het meest gezond zijn, die komen hier naartoe. En ik ben zelf ook in Libanon en in Jordanië in vluchtelingenkampen geweest. De meest kwetsbare mensen blijven achter. Want die kunnen niet weg, die kunnen geen mensensmokkelaar betalen. En de enige manier, als je ervoor wil zorgen dat die verschrikkelijke verdrinkingen op de Middellandse Zee weggaan, dan moet je migratieafspraken maken, migratiedeals sluiten, dat mensen daar fatsoenlijke opvang krijgen in de regio. En dat wij als Europa de meest kwetsbare of anderen die we willen kunnen uitnodigen. En dat mensen geen reden hebben om zelf die gevaarlijke tocht te maken. Nou ja, dat gebeurt op dit moment gebeurt dat wel. En ja, de enige manier om er iets aan te doen. En nog één ding aan toe te voegen. Kijk, dan kun je zeggen van, nou, we sluiten pas een deal als we alles perfect hebben en alles geregeld hebben. Ja, wacht, daar komen we zo. Ik wil eerst even naar uw buurvrouw. Want ja, u heeft hem op groen, maar ik wil even weten, volgens mij bent u in principe niet tegen deals van Europa met laat me zeggen, de buitengrenzen. Maar ik vind deals ook een beetje schimmig klinken. Dus nou, hoe u het wat u wilt, akkoord, afspraken. Ja. Maar hoe zou zo'n deal er of een afspraak er wel op een goede manier uit kunnen zien? En met welk land bijvoorbeeld wel? Daar ben ik even naar op. Nou, kijk, ik bedoel, de VVD-voorman was natuurlijk uiterst tevreden over deze deal. Je ziet het eraan af. Afspraak. Ja, nou, dit was wel een deal, denk ik. Hij lacht wel leuker dan die man in het midden. Maar toch even, hoe maak je nou afspraken waar die mensenrechten wel zijn gewaarborgd? Nou ja, kijk, weet je, er worden hier allerlei dingen gezegd als, ja, het gaat niet automatisch goed. En ja, als je alleen maar dingen wil die perfect zijn. Maar het is natuurlijk heel raar om natuurlijk een deal te sluiten, want dat is dit dus wel echt alleen al door het feit dat het gemaakt wordt door het mysterieuze orgaan Team Europe, waar nog nooit iemand van heeft gehoord. Maar het is natuurlijk heel raar om te veronderstellen dat je een deal kunt maken met een dictator die zelf verantwoordelijk is voor het feit dat zoveel mensen de wijk nemen naar Europa. Die zulke absurde uitspraken heeft gedaan over migranten, dat die mensen zich genoodzaakt voelen om met bootjes de zee over te steken. Dus dat is heel erg raar. Kijk, ik hoor de heer Brekelmans ook heel vaak heel hoog opgeven over de Turkije-deal. En daar valt echt wel het een en ander aan af te dingen. Maar er zaten in die Turkije-deal natuurlijk een aantal dingen die zorgden dat het werkte. Want het is niet genoeg om ergens een zak geld naartoe te gooien. Er zaten visumafspraken. Visumafspraken, ja, nou ja, goed, ik weet niet, dat is denk ik iets wat Turkije heel graag wilde. Maar wat daar met name ook in zat, was geld voor opvang. De zorg voor integratie in de maatschappij daar. En ook het overnemen van mensen richting Nederland en de rest van Europa. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen. Je hebt dat nodig. Je kan niet alleen maar zeggen, hou die mensen maar tegen. Je moet ook zorgen dat er alternatieven zijn en dat mensen alternatieven hebben. En die alternatieven zitten dan in dat land waar ze dan op dat moment zijn, of in Europa. Dan heb je alternatieven en die zitten niet in deze afspraken. Ook niet in de contouren van die afspraken. Duitsland die werkt aan een migratiedeal met Gambia. En het idee is dat bepaalde Gambianen werkvisa krijgen voor Duitsland. En Gambia neemt dan Gambianen terug die irregulier naar Duitsland zijn gekomen. Ja, is dat een goed idee? Nou, ik denk dat aan de basis. Ik bedoel, daar kun je vast ook nog wel. Ik weet niet natuurlijk de details van die precieze afspraak. Maar ik denk aan de basis dat een zinnige afspraak is. We hadden niet zo lang geleden hadden wij de ambassadeursbijeenkomst in Den Haag. Dan komen al die ambassadeurs vanuit de hele wereld die komen naar Nederland. En al die ambassadeurs van rond de Middellandse Zee die zeggen, wat staat er nou bovenaan dat lijstje? Dat is inderdaad de mogelijkheid, daar komen we straks natuurlijk ook nog op, voor mensen uit onze landen om tijdelijk via arbeidsmigratie in Nederland of Europa te kunnen werken. Nou, dat lijkt me dus heel verstandig. En ik heb nog een punt wat volgens mij in beide jullie programma's komen. Dat gaat over ontwikkelingshulp. Namelijk het afbouwen daarvan mochten landen zich niet houden aan deals. Zeg ik dat goed? Aan afspraken? Ja, kijk, wat volgens mij de vraag is over dit soort afspraken. Kijk, als je zegt, we willen pas een afspraak maken met een land als het aan al die standaarden voldoet die wij graag zouden willen zien, dan kun je deals sluiten met Noorwegen en IJsland en zo. Maar daar komen migranten niet vandaan.
Dus wat is dan die ondergrens? Dus wanneer, met welk land ga je wel en welk land niet? Wat is dan een ondergrens van, oké, dat kan echt niet en die moeten we wel proberen? Ja, kijk, je kunt niet volgens mij heel hard zeggen van, nou, als het zo is, dan valt het net onder, dan valt het erboven. Volgens mij is de keuze die je kunt maken van, we willen ook met een land als Tunesië, maar ook met andere, Gambia of andere landen in Afrika, willen we die samenwerking starten. En het is niet voor niks, het is razend ingewikkeld. Het is niet voor niks dat het sinds de Turkije-deal 2016 eigenlijk al 7 jaar niet lukt om dat soort grote brede deals te sluiten. Het lukt dan een beetje tussen Duitsland en Gambia. Nederland doet het een beetje met Marokko. En zo zijn er meerdere voorbeelden. Maar nu heeft de Europese Unie eindelijk een keer geprobeerd om dat met Tunesië voor elkaar te krijgen. En natuurlijk is die deal allesbehalve van perfect. Weet je, als ik hem had mogen uittekenen, had ik ook van alles er nog bij gedaan. Naast de economische samenwerking die erin zit, om een betere deal te krijgen. Het liefste had ik ook hardere voorwaarden gehad op mensenrechten. Alleen de realiteit is, als je al die standaarden stelt, ja, dan kom je niet richting afspraken. En de hoop was natuurlijk dat als we... Het lijkt nu dus wel alsof het bij Duitsland en Gambia wel lukt. Nou ja, we moeten het zien. Kijk, eens één voorbeeldje. Kijk, Gambia is een klein land. Het is niet zeg maar een van de grote herkomstlanden of een van de grote doorreislanden. Dus ik denk niet dat dat nou het grote succesformule is. Maar weet je, ieder type afspraak die ertoe leidt dat we meer grip krijgen op migratie en dat niet mensen hun leven riskeren op zee, maar dat we mensen kunnen uitnodigen die echt het meest behoefte hebben aan asielopvang. Ja, dat vind ik een positieve stap. Ja, dan zit ik toch even afspraak met dat uitnodigen. Want er is volgens mij ook, iedereen wil, of begrijp ik, de meest kwetsbare eigenlijk hier hebben. En dan heb je ook zo'n UNHCR hervestigingsprogramma. En nu blijkt dat landen wereldwijd slechts 4% van dit beloofde aantal hervestigen. Dus dan zouden we eigenlijk daar allemaal op moeten inzetten. Absoluut, ja. Dat staat ook Alexander? Ja, kijk, Nederland doet daar niet zo heel veel van. Ik weet exact cijfer niet uit mijn hoofd. 500 per jaar. 500. Je kan daar best wel meer van doen, maar dan moet je andere migratiestromen verminderen. Je moet gewoon tot een draagbare instroommigratie doen. En via de UNHCR-verdeling, daar kom je inderdaad bij de meest kwetsbare migranten. En daar wil je een thuis voor bieden, daar wil je een bed voor bieden. Maar zolang je allerlei andere migratiestromen hebben die minder nood hebben, dan kan je dat niet meer van opnemen. Jullie willen volgens mij een aanmeldcentrum in Sub-Sahara Afrika maken. Wij. Toch? Ja. Nee, dat staat niet in ons programma. Oh, oké, dat dacht ik. Dat is niet in Oeganda, las ik. Maar... Nee, dat is niet in ons programma. Oké, dat niet. Maar hoe gaat u dat dan? Hoe gaat u dan? U zegt van oké, we moeten wel die meest kwetsbaren hervestigen, maar we willen die brede instroom beperken. Hoe moet ik dat dan? Kom je op het eerste debat? Dan ga je richting zo'n migratiequota. Omdat je zegt: dit is het maximale wat wij als land aan kunnen. Katy Piri? Nou, ik misschien ben toch even terug hoor naar die deal van hoe maak je nou wel die afspraken met regimes, hè, of Tunesië, Egypte, Turkije. Hoe? Nou, ik denk omdat we ook proberen een informatief debat te maken. En dan hoor ik straks wel of de cijfers kloppen. Kijk, volgens mij voor het draagvlak in Nederland voor de opvang van vluchtelingen zijn we het allemaal eens dat mensen die uiteindelijk dan geen recht hebben op asiel, dat je die ook moet kunnen terugsturen. He, daar zijn hier alle vier de partijen het over eens. Maar kijken we dan hoe groot dat probleem is in Nederland. Volgens mij zijn de cijfers van dit jaar tussen de 85% en 90% van de mensen die hier asiel aanvragen, krijgen ook asiel. Mm-hmm. Dus dat zijn vluchtelingen. Dus we hebben het binnen de grote migratiestroom, hebben we het nu heel specifiek over asielzoekers, wat al een, nou, we horen het straks, maar wat er een kleiner, veel kleiner deel is. En daarbinnen hebben we het nu eigenlijk over hoe zorg je ervoor dat die 10-15% van de mensen die we moeten terugsturen, hoe we dat effectief kunnen doen. Dat betekent niet dat we er niet over moeten nadenken, toch? Of nee, dat we nee, zeker. Maar ik zou dan zeggen, kijk dan naar de top 5 landen waar de meeste asielzoekers vandaan komen die hier geen recht hebben om asiel te krijgen. En zorg ervoor dat je met de Europese Unie samen, dat je daar afspraken mee maakt. Turkije is natuurlijk een ander type deal en ook Tunesië. Kijk, als jij afspraken maakt als Europese Unie, wat ik zei, je hebt je te houden aan verdragen, betekent niet dat je per se voor vluchtelingen een veilig huis in Europa hoeft te bieden. Mm-hmm. Maar dan kan je die afspraken alleen maar maken met landen wanneer je ervan zeker van bent dat je, als je mensen daarheen terugstuurt, dat ze dan wel asiel kunnen aanvragen. Dat ze wel toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. En verder van perfect, dat zijn wel de afspraken die aan de voorkant zijn gemaakt met Tunesië. Turkije. Waar,
sorry, met Turkije, inderdaad. Met Turkije, waar uiteindelijk alle Syriërs toegang kregen tot de arbeidsmarkt. Waar de Syrische kinderen uiteindelijk... Nou, verder van perfect kunnen we ook een lang debat over hebben. Maar met Tunesië is niet eens geprobeerd. Maar zou u het idealiter ook zo willen zien? Tuurlijk. Nee, ja. Maar het liefste wil je een brede afspraak... waarbij voor, net zoals ook met de Turkije, die voor Syriërs was gegarandeerd... ze krijgen een opvangplek. Maar je zegt, we moeten het doen met wat we hebben. Ik zeg, kijk, met Tunesië is natuurlijk ook geprobeerd... om een bredere deal te sluiten. Alleen, dat wilde de Tunesische dictator, die wilde dat niet. Dan is de vraag, wil je dan iets kleiners doen... beginnen met die mensensmokkel aan te pakken? Want we zien dat er duizenden mensen verdrinken op de Middellandse Zee. We zien dat daar de meest verschrikkelijke dingen in Tunesië... en dus de vraag is, dan begin je met dat specifieke onderwerp. Nou, en dan zeg ik, van in plaats van helemaal niks te doen... en nog veel meer jaren te wachten tot je de perfecte deal hebt... is de realiteit dat je dan moet beginnen met deelafspraken maken. Ik zou hopen dat als onderdeel van die deal... bijvoorbeeld ook economische hulp zit daar ook in, hè, economische samenwerking... dat dat ook goed is voor Tunesië zelf. Grote werkloosheidscijfers, dat daar iets aan wordt gedaan. Zodat zeg maar, die xenofobie richting migranten die daar naartoe komen... dat die minder wordt. Dus je moet volgens mij proberen om wat ik zeg, zo'n breed mogelijke deal te sluiten... maar niet wachten op het perfecte. Want dan hebben we gezien de afgelopen 7-8 jaar... en dan kom je nergens. Mm-hmm. En... Het duurt allemaal te lang, er gebeurt niks. Nou ja, het lastige is natuurlijk... Even dan vanuit het standpunt van de heer Brekelmans... Hè, die zich vooral focust op laten we zorgen dat die aantallen naar beneden gaan. En dat kijk, wat we weten, en wat we, ja zeker, maar wat we weten... is dat het tegenhouden van mensen er voornamelijk voor zorgt... dat mensen andere routes kiezen, vaak gevaarlijke routes kiezen. Dus je zult, en dat was natuurlijk wel onderdeel van die Turkije-deal... je zult voor alternatieven moeten zorgen. Je zult moeten zorgen dat mensen een daadwerkelijke plek vinden. Je zult moeten zorgen dat mensen ook mogelijkheden krijgen... om eventueel inderdaad asiel aan te vragen of naar Europa te komen. Dat zijn echte dingen die anders ook gaan helpen. Ze het alsnog proberen. Anders gaan ze het alsnog proberen. En dan kun je tegen mensensmokkelaars doen wat je wilt, maar dat is de uiteindelijke enige echte oplossing. Maar daar kan je toch alleen maar aan beginnen als je je voet in de deur hebt bij een Tunesië en daar dan over verder te praten. Dan helpt het toch niet om te zeggen, want er is eigenlijk geen alternatief. Je kan de enige twee andere alternatieven zijn of je doet gewoon de migratie, laat je gewoon doorstromen zoals we nu doen. Of je zet allemaal hekken neer en dan gaat op de Middellandse Zee allemaal dingen doen die niemand wil doen. Dus via deze deal heb je één voet in de deur. En dan kan je verder praten over hoe versterken die economie, hoe zorgen dat mensen zich daar thuis voelen. En misschien nog wel, als het in Tunesië nou heel goed gaat, dat andere landen in Noord-Afrika dan zeggen, goh, nou, dat willen we eigenlijk ook wel. En dan kan je voorbouwen. Weet je, dan moet je wel goed in de deur hebben. Het lastige natuurlijk is een beetje... dat wat je natuurlijk ziet in die hele dans van die dictator nu... van, oh, nee, dan mogen de Europarlementariërs mogen weer niet langskomen... en dan stort ik het geld weer terug. Het wordt heel potsierlijk. En dat is omdat hij natuurlijk donders goed doorheeft... dat hij ons in de tang heeft. Kijk, een van de dingen die heel, heel erg goed was... aan toen de oorlog in Oekraïne uitbrak... is dat we ons als Europa niet uit elkaar hebben laten spelen. Is dat we met z'n allen hebben gezegd... en je kunt van alles zeggen over de rechten van Oekraïners... versus die van asielzoekers. Maar we hebben met elkaar gezegd... We pakken dat aan, we zorgen voor die beschermingsrichtlijn... we zorgen dat al die mensen gewoon een plekje kunnen vinden in Europa... en we laten ons niet uit elkaar spelen. En wat er keer op keer gebeurt bij dit soort dictators... is dat ze een beetje gek gaan doen en dat we ze dan gaan geven wat ze willen. En dat is wat ze willen.